Het is vandaag een bakkerijbeursje. Kijk, deze die gaan we misschien wel maken. Ja, we zijn wel gezellig samen een dagje weg. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we zijn vandaag even niet met een verhuis of met België of wat dan ook bezig. Het is vandaag een bakkerijbeursje. We zijn helemaal in Barneveld, bij Barneveld in de buurt. Nijkerk. 1,5 uur rijden voor ons. En we hebben geluk gehad, want we hadden geen file. Dan is het zo 2 uur. Dan gaf hij eerst aan. En ja, vorig jaar zijn we hier ook geweest. Toen heb ik eigenlijk ook helemaal laten zien, maar dat, misschien wel op bakflix, dat weet ik niet. Dit jaar gaan we gewoon een korte impressie doen van de beurs. En ja, kijken wat de trends een beetje zijn dit jaar. Dat gaan we laten zien. Nou ja, dit vinden wij het eerste echte leuke wat we zien eigenlijk. Dat is bij IREX, onze grondstoffenleverancier, die heeft dit hardbrood gemaakt. Die doet dat een bepaalde tijd? Ja. En deze vind ik ook leuk. Even vragen hoe dat ze die voor hem maken. Maar zo is een beetje de beurs, hè? Doen ze dat handmatig, zou het niet? Ja, dat is met de hand opgemaakt, noemen we dat. Ja. En deze vind ik ook leuk. Ja, dat is dubbelgebouwen. Ja? Dat is gewoon plak uitrollen en... leuk. Ja. Het enige nadeel is dat de boterhammen zijn niet echt heel mooi van zo'n brood. Dus voor de verkoop, dan krijg je, ja, het zijn allemaal verschillende boterhammen. Daarom willen de Nederlandse mensen vooral een busbrood, net als dit. Dan heb je gewoon 20 dezelfde boterhammen. En bij dit heb je gewoon allemaal verschillende stukjes brood. Meer een barbecuebrood, zeg maar. Inspiratie, kijk, deze die gaan we misschien wel maken. Die vinden wij allebei wel leuk. Dat is ook iets wat wij kennen, want dit wordt al te ingewikkeld voor ons. En dit zijn boesjes en dat is vooral iets Belgisch. In België wordt het heel veel gekocht met kerst. Die Belgen maken dat allemaal. En ja, zijn ijstaartjes hier zo. Maar die vinden wij heel leuk. Zo, het zit erop. We gaan naar huis. We zeggen allebei een beetje van, ja, op het einde kreeg je zo'n box en dan kon je dan je kaartje in doen. Ben je geïnspireerd, een beetje of niet? Nou, ik twijfel tussen een beetje en niet, maar ik heb hem toch helaas er niet gegooid. Ik heb eigenlijk hebben wij... Die ja, die gebruiken we niet, dus... Nee, heel veel, ja, dat is croissants, omdat we die zelf maken. Ja, we hebben wel 20 soorten croissants gezien, maar ja... Niet de ingrediënten die we nodig hebben om die croissants te maken dan, zeg maar? Nee, daar was er maar één van en niet de boter die wij gebruiken. Wij gebruiken echt de Franse boter daarvoor. Ja, die was er niet. We hebben wel alle spijs al gekocht, zeg maar, voor het jaar. En ja, dat zijn bijvoorbeeld... 80 dozen en dan krijg je 8 doosjes gratis. Dus dat is 10% korting en dan komen ze die doosjes zo brengen vanuit de fabriek. Nou, dat is dan, zo'n doosje kost toch al gauw 25 kilo, €100 kost zo'n doosje. Dus dan ja, hebben we €800 verdiend vandaag. Maar als je nou zou bellen, als ik zou bellen lukt dat ook. Ja. Ja, maar nou zie je ze en dan, ja, je maakt ook een praatje. En, maar verder... ja, we zijn wel gezellig samen een dagje weg. En we hebben ook lekker zo'n warme stroopwafel op. En van die cakejes en pastel de natas, die hebben we ook besteld. Ja. Pastel de natas, dat is het gebakje uit Portugal. En daar ben ik een keer mee bezig geweest, maar dat is niet gelukt. Ik had alleen een Portugees recept, kreeg dat niet vertaald. En dat is echt ook al, dat is 20 jaar geleden. We zijn 20 jaar geleden in Portugal geweest. En daar hebben we allemaal bakkerijen bezocht. En toen we terugkwamen, toen was Sophie zwanger van Merel, dus dat vergeten wij nooit meer. Dat weet ik precies wanneer we daar zijn geweest. Ja, ja. En toen, ja, die pastel de nata's daar, die waren zo geweldig lekker. Die hebben wij nooit meer zo lekker op, als dat we daar waren. Maar nou hadden ze dat je ze gewoon in de bakkerij af kan bakken. Dus ook wel een halffabrikaat, maar die gaan we testen. Dus we hebben 2 doosjes van genomen. En verder... Nee, ik heb nog een rad gedraaid en toen won ik een krabber en een pen. En, dat was hem. Wat één voordeel is, we zijn nu op tijd klaar. We rijden voor de files terug naar huis, maar we rijden nog even langs het Essen. Want we zijn gewoon lekker nieuwsgierig hoe dat daar gaat. Terug van de beurs. Essen, ook nog even geweest. En morgen is natuurlijk helemaal leegruim daar zo. Ja, dan wordt hier, moet het ook nog leeg. En normaal hebben we altijd de goodiebag van de beurs, maar ja, dat was dit jaar gewoon niks eigenlijk. Maar er stonden een aantal doosjes binnen. Dan krijg ik er wel eens wat opgestuurd. Maar deze vind ik wel leuk. Dan vragen ze eerst altijd van, ja, heb je er interesse in? Dit is van, ja, tegen verspilling. No Waste Army, mijn soldaat. Ja, en dat is eigenlijk, ja, bijvoorbeeld, hier is een fles appelsap. Die nemen we gewoon zo mee, hè? Die verhuizen we in zijn geheel. En dat is van appels die niet meer voldoen aan de strenge eisen van de supermarkt. En ja, dat is dan appelsap maar. Ja, je hebt bijvoorbeeld kromme komkommers. Blauwe chips. Ja, potato chips. Van een blauwe aardappel. Oh, soep. Er zitten meerdere soepen in, zeg ik. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. Ja. Om soep te maken van, doe ik ook wel eens. Restjes uit de koelkast, groentesoepje en broccolisoep. Ja, dit zijn allemaal producten vooral die zeg maar, de supermarkt niet halen omdat ze niet mooi genoeg zijn. Hè? Omdat ze krom zijn, ja. Of te klein of te groot. Of... Oh, nog meer soep. Broccoli pasta saus. Oh. Ook weer broccoli. Dat was al veel mislukte broccoli, denk ik. Pannenkoekenmix. Brouwgraan. Van Belgische bierbrouwers. Oorspronkelijke bestemming veevoer. Oh, ze hebben ook aan mij gedacht. Een blond soldaatje. En nog één. Oh, dat weten ze dan, want meestal mensen wel wat eten. Ja, misschien is dat een sap. Ja, leuk. De pasta heb ik ook nog gezien. Bananas. Spruiten. Oh, hier spruitjes in de... Er wordt een spruitenpasta met broccoli saus. Ja, en een soepje. Van bananen. Zullen we een banaan maken? Een banaan? Ook bestemming, veevoer. Nou. Zometeen hockeytraining. Eigenlijk is het... vanochtend was ik om 5 uur in de bakkerij. Toen naar de beurs. Even naar Essen. Net gegeten, hockeytraining. En dan nog het voor mij op tijd. Je hebt nog even geslapen? Ja, de auto heeft Sophie teruggereden. Ja. En ik heb even een half uurtje kunnen slapen in de auto. Ja. Dat is een voordeel als we met die auto rijden. Dan kan ik ook even. Ik zag jouw oogjes. Ik denk, nou. Ja, dan kon er een beetje even uit. Ja. En nou, de vaatwasser staat te draaien. En, dit was dan denk ik een dagje uit ons leven. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer en we hopen dat je abonneert.